In het eerste Friese schaatsmuseum in Hinderlopen is woensdag een expositie geopend over de sportcarrière van Jan-Roelof Kruithof. Er zijn onder meer foto's, filmdocumentaires, krantenartikelen, door Kruithof gebruikte materialen en bijzondere prijzen te zien. Jan-Roelof Kruithof werd wat anders als een Elfstedenwinnaar. Hij had verscheidenheid het won natuurlijk, maar dan de alternatieven. Dus dit liep dus wel heel mooi daar. Hij was heel sterk in de 60 en zandere jaren. Dat wie was zijn beste periode, maar hij had toch in 80er jaren had er ik nog alternatieve Elfstedentocht tot een won. En dan zeggen ze wel als een oudere man, want dat is dan in de sport. Maar hij had die toch ik nog won in Canada. Ja. De 74-jarige Kruithof werkte als architect, maar kreeg faam als marathonschaatser. In de jaren 70 en begin jaren 80 was hij vrijwel onverslaanbaar op wedstrijden langer dan 100 kilometer. Hij heeft heel lang taarwerkt, nou die echte Elfstedentocht. Hij heeft hier net taarwerk van oud 63, want 63 had er ik al mee rieden, had er hem net helemaal uitrieden. Maar dat tussen 63 en 84, hier van hem een Elfstedentocht komen moeten, maar voor hem helaas net gebeurd. Tussen 1974 en 1991 won hij maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Daarom gold hij als grote kanshebber voor het winnen van een echte Elfstedentocht. Toen kwam er eindelijk, en in 84 dus. En hij had er wel een goede prestatie geleverd, zie je het voor mij voor ogen. Maar winnen, en dat is natuurlijk een hele toer. Hij kon ik net zijn best klunen. En hij kwam hier bij Wiet Marsum, kwam er te vallen en zo. En dacht, ja, dan best wel hand natuurlijk. En 86, toen had er hem wel uitrieden, maar toch... net in de top. In 1985, toen Kruithof 48 jaar was, viel hij tijdens het klunen en verloor hij de aansluiting met de kopgroep. Hij finishte als 12e. Had ik Jan-Roelof Kruithof zit, dan zit ik Viking, hè? Nou, hij riet op Vikingredens en daar had er een gouden speld voor gekregen. En daar ben Nederlandse kampioen, wereldkampioen, die kregen zijn gouden Vikingspeld. Maar hij had hem mee gekregen. Dus ik zie hoe heeg dat hij ongeskreund stiert in ik voor de reclame voor de Redens. Hij figureerde ik in reclame voor het merk? Op posters en dat soort dingen natuurlijk altijd. Dat is de fabriek, ik moet de pauw jagen. Ging het om grote bedragen? Net wat in de voetballerij omgeert. Maar de readers die krijgen natuurlijk, van de sponsors krijgen. Het is natuurlijk een jure sport, met zoveel hinderreizingen. He, in het buitenland, in Canada, in Finland en Amerika. Ja, dat betelt de sponsor. Maar ze worden net riek van. Ik vond de figuur van Kruithof ongelooflijk. Een man die gans zijn leven gewacht heeft op de Elfstedentocht. En uiteindelijk heeft kunnen deelnemen toen hij al over zijn eigen top was. En die er alles voor deed. Die in een koelkast ging trainen. Die naar alternatieve Elfstedentocht ging naar Finland en Scandinavische landen. En die echt een passie had. Elfstedentocht winnen, helaas, die is te laat gekomen in zijn carrière. Ik vind dat bijna een Griekse tragedie waard. Maar ik vond dat zo spannend. Dit weer van de alternatieve Elfstedentocht? Ja, in 84. En in Finland. En daar wie hij dus de grote man. Om wie hij kon verslaanbaar. Er ben net volle die hij net won. Dus wie van de Elfstedentocht was wel behoorlijk bang voor hem. Maar ik krijg er wel spas al zijn. Dat is de letkom voor hem. Omhelzingen. Na even te zijn teruggevallen van 8 tot 3 minuten bedraagt zijn voorsprong nu 14 minuten. Kruithof heeft 120 kilometer afgelegd. Een krachtexplosie die zorgvuldig was voorbereid. Maanden leefde hij naar deze wedstrijd toe. Hij moet en zal bewijzen dat hij de allersterkste is. En met zijn effectieve korte slag maakt hij de ravage achter zich steeds groter. Ik ga nu ook een fototentoonstelling erbij maken. En krantenknipsels. Want dan krijg je haast het gesprek bij de man Giet los natuurlijk. Dat is belangrijk, hè? De reunie erachter. Het is een soort reunie. Het is een happening, maar zij viel het als een reunie. En er zal een beetje een heel soort op oude komen. On my shoulders makes me happy. Riet Kruithof nog een hoop? Ze gaan nooit op van rieden natuurlijk. Maar om grote prestaties te leveren, dat is natuurlijk gebeurd. Want de jeugd die stormt naar voren en dan kan ze net bij mij komen, natuurlijk net.